Wacky, topsportcentrum Rotterdam, Rennes Binnenland. Is het moeilijk om je weer op te laden voor weer een gewone competitiewedstrijd? Ja, misschien wel een beetje, maar dat wordt een mentale game, denk ik sowieso, van onze kant. Want wij hadden gisteren eigenlijk een hele zware training, weliswaar onbedoeld, maar dat moest wel gebeuren. Ja. En iedereen is een beetje moe, zware benen. En ja, zoals je zegt, na de bekerfinale moet je ook nog weer opgeladen voor gewone competitie. Maar als je weet dat elke nederlaag, nou, betekent dat je op tweede plek kan eindigen. Dan moet het wel genoeg motivatie opbrengen om vandaag ook weer goed te spelen. Nou, ik denk dat we op zich wel goede kansen hebben. We missen natuurlijk vandaag wel Kelly en Jessica. Maar aan de andere kant, het team wordt wel steeds sterker als collectief. En ja, vandaag met een thuiswedstrijd, dan hoop ik natuurlijk in ieder geval dat het schot valt. Dus ja, we hebben kansen en we moeten het vandaag waarmaken. Wat weet je nog van de uitwedstrijd? Nou, op zich een aardig begin. Vervolgens te veel balverlies. En ja, daardoor eigenlijk in de eerste helft weggegeven. Ja, in de tweede helft was het geen wedstrijd meer. Dus we proberen in ieder geval om het vandaag langer spannend te houden. En wie weet. Nee, vorige wedstrijd ging het wel makkelijk. Maar je weet het, dat je overal waar je even net niet goed scherp geconcentreerd bent, dan kan het wel misgaan. Dus dat moeten we wel zeker niet toelaten. Ja, want jullie kunnen nog vierde worden, maar jullie kunnen ook zevende worden. Klopt, we kunnen zelfs theoretisch nog derde worden. En elke wedstrijd is belangrijk voor ons. Dus ook vandaag een belangrijke wedstrijd. Daarom is het waarschijnlijk zo dat ze gaan alles aan doen om tegen ons te winnen natuurlijk. Maar ja, voor ons zijn er weer andere belangen. Voor ons is nummer 1. Dus ik denk dat die motivatie moet wel aan onze kant wel, toch wel overwegen. Yeah!
you had him the coach said, try, don't hold him too foul. So for sure, don't hide, don't hide. De wedstrijd zit erop. Je begon vrij stevig met een voorsprong, maar die werd vrij snel weer ingelopen. Ja, dat was het hele eerste geld. Dat was het eigenlijk 10 punten voor en daarna gelijk. En daarna weer 10 punten voor en weer te laten terugkomen. Maar er waren twee dingen. Voornamelijk dat wij controleren een defensive rebound niet. Dus ze hadden wel 6 of 7 offensive rebounds in één periode waarop ze terugkomen. En, in de eerste kwart was voornamelijk verdienste van Amerikaanse van Charles Rotterdam. Die ging veel penetreren 1-1, dat konden we niet stoppen. Dus dat hebben we in de kleedkamer even afgesproken, dat we net even anders moeten doen. Het eerste kwart was niet fantastisch goed, alleen toch vond ik dat we het aardig deden. Mm-hmm. Ik vond met name het tweede kwart dat we heel hard gewerkt hebben in de verdediging. Aanvallend goed als team samengespeeld. We hebben de bal veel onder het bord gekregen. Dus eigenlijk speelden we toen zoals ik had gehoopt dat we zouden spelen. Ja, want je heerst onder de borden met een veel langer, maar ook jonger team, hè? Ja, dat klopt. We zijn nog wel heel erg onervaren onder dat bord. Je ziet toch dat we makkelijke kansen ook af en toe missen. Maar ik vond wel dat we de lengte aardig goed benut hebben in de eerste helft. Wat gaat er dan verkeerd in de derde periode? Ja, wat gaat er verkeerd? Allereerst dat de tegenstander veel driepunters raak schiet. Normaal gesproken is de verdediging ons sterkste punt. In het derde kwart zat dat gewoon niet goed. We missen in de aanval net wat makkelijke kansen. Iets te gemakzuchtig, balverlies. Ja, en dan is het gewoon heel erg moeilijk met een jong, nog niet goed ingespeeld team. Om dan terug te gaan naar zekerheden. Ja. En dat moeten we gewoon nog leren. Ja. Je speelt je wedstrijd uit met je bank eigenlijk. Hè? Dus dat is weer een pluspunt. Ja, eigenlijk had dat eerder moeten gebeuren in ieder geval. Maar ja, we waren niet scherp om toch wel die bank wat meer tijd te geven. Maar ik ben nog meer blij dat... Dat Marie weer even terug gaat krabbelen uit een beetje uit diepte, maar dan gaat het wel goed komen. Oké, okay. Maandag winnen wedstrijd. We hebben geen goede record als het gaat om twee wedstrijden in twee dagen. Ja, maar nu gaan we die record even goed maken. Dus dat moeten we wel doen. Morgen trainen en dan maandag weer aan de slag. Tegen Amazon. Tegen Amazon, ja.